Op woensdag 28 november onthulde burgemeester Veldman en gedeputeerde Ruud van Heugde het verplaatste gedenkteken ter nagedachtenis aan burgemeester Wijnen van Asten en burgemeester Smulders van Zomeren. Gedeputeerde Ruud van Heugde, je bent hier voor een bijzondere gebeurtenis. Ja, we hebben een gedenksteen ter nagedachtenis van het overlijden, het fusiëren in de oorlog van twee burgemeesters, de burgemeester van Asten en de burgemeester van Zomeren. Er lag een gedenksteen langs onze provinciale weg in de berm. En die ligt er. Verborgen? Ja, hij lag verborgen, maar hij lag eigenlijk ook op een hele ongelukkige plaats voor mensen die de steen wilden gaan bekijken. Of die er een keer bij stil wilden staan, omdat het ontzettend gevaarlijk is om langs die weg stil te staan. Er is geen ruimte, er is geen plek, er wordt hard gereden. En hebben wij uiteindelijk ook op een aantal plaatsen in Brabant dit soort situaties gezien. En in overleg met de gemeente en de nabestaanden gevraagd van, zou het niet beter zijn om de steen iets verder van de weg af te halen? Dan kan die beter bekeken worden, kan die door meer mensen gezien worden en het wordt veel veiliger van. Ook bij onderhoudswerkzaamheden aan de bermen of als er eens een keer een auto uit moet wijken en in de berm terecht zou komen, ja, dan zou de steen beschadigd raken. En dat zou eigenlijk niet willen. U wist van het bestaan van die steen? Ja, ik wist ervan. Ik heb veel langs deze weg gereden, dus op een gegeven moment trok hij wel mijn aandacht. Maar ik ga me ook al afvragen. Wegletten? Ja, precies. Nou ja, dat is ook een punt. Het is dus niet alleen dat als mensen de steen willen zien, maar dat ze ook misschien ongemerkt afgeleid worden. Ja, en een paar seconden afleiding is al genoeg om tegenwoordig toch ongevallen te veroorzaken. Ja, en nu staat hij op een heel mooie plek. Heel rustige plek. Ja, hij komt veel beter tot zijn recht in ieder geval. Hij staat nu ook recht overeind. Hij lag eerst plat in het gras, nu staat hij recht overeind. En ik denk dat zoveel veel meer mensen deze gedenksteen te zien is. Overigens denk ik wel dat het heel belangrijk is dat hij blijft bestaan, de gedenksteen. Omdat het toch wel goed is om de oorlog blijven herdenken. We hebben ook nog elk jaar 4 mei dodenherdenking. Ja, en dit hoort daarbij, vind ik. De verplaatsing van het gedenkteken, op wiens initiatief is daar gekomen? Het was nu op initiatief van de gemeente, van de provincie, van de wegbeheerder. Ja. U heeft al eerder geprobeerd om het weg te halen? Nou, een paar jaar geleden hebben we ook al geprobeerd om het inderdaad hier naar beneden te verplaatsen. Het was altijd al mijn grote wens, omdat je dan ook meer mensen de gelegenheid geeft om gewoon even stil te staan. En even te beseffen, waar gaat het eigenlijk over? Waar heeft die steen mee te maken? En af en toe hebben dingen tijd nodig. Nu ook. Het is nu gelukt in ieder geval om het hier op deze plaats neer te leggen. En de familie vond het meteen een goed idee? Ik heb begrepen dat de contacten die nu opgenomen zijn met de familie door de provincie, die hebben dat gedaan, dat het nu gelukt is. En je ziet nu ook aan de reacties van kinderen en kleinkinderen dat men heel erg tevreden is over de plek en ook over de manier waarop het vormgegeven is nu. Ja, ik denk ook dat het gedenkteken nu meer in de picture komt, meer wordt herdacht. Nou, het is niet een plek waar wij gaan herdenken. Dat doen wij dus bij het monument op het Wilhelminaplein ieder jaar op 4 mei en op 20 september de bevrijding. Maar dit is natuurlijk wel een plaats nu waar fietsers, ook wandelaars bij wijze van spreken, makkelijker stil kunnen staan hier aan de parallelweg. Chef Smulders, wat vindt u ervan dat het gedenkteken verplaatst is? Een prachtig monument geworden. Veel mooier dan het geweest is. En bovendien kun je hier nog eens een keer naartoe, zonder dat je gevaar loopt om ver gereden te worden. Of was je levensgevaarlijk? Nou, boven waaide je weg als er een vrachtwagen voorbij kwam. En dat is nou gelukkig niet meer zo. Ik ben er erg blij mee. Ik vind het heel mooi. Peter Wijnen, kleinzoon van burgemeester Wijnen, wat vind je van dat die gedenksteen verplaatst is? Nou. Ik vind het een hele verbetering ten opzichte van de oude situatie, omdat het toch wel dicht langs de snelweg ligt. Het is duidelijk, het is rechtop. Ja, ik vind het echt een heel stuk verbetering. Het lag eigenlijk nergens daar langs de weg. Het lag er nergens, je kon niet stoppen en we komen er vaak genoeg langs. En we weten gewoon aan de treurwerk die er staat, van hier ligt het monument. Maar je kon er nooit stoppen, dus dat vond ik altijd wel vervelend. Nou, dit vind ik toch een heel betere oplossing, ja. Zijn mensen zelfs niet wisten dat er iets lag, behalve als er verse bloemen lagen? Ja, dat klopt. Dat kan ik me heel goed voorstellen, want het lag vrij plat op de weg. En wij moesten ook altijd goed opletten van waar is het ongeveer. En dan moesten we naar de boom kijken en dan wisten we het. Ja. En nu is het heel erg duidelijk. Het is heel erg duidelijk, ja. Je kunt er stoppen en je kunt er ook even aandacht aan schenken. En even herdenken wat hier gebeurd is.